Hallo allemaal, vandaag is de dag van de vertaler. Ja, van de week hadden we al talen. En nu is de dag van de vertaler. Dus als je al die verschillende talen weer terug kan brengen naar één taal. Laten we daar eens een tekening bij maken. Doe je mee? Ja, de dag van de vertaler. Ja, wat ga je daar nou bij tekenen? Nou, een hele belangrijke vertaler die we dagelijks, of tenminste die heel veel wordt gebruikt, dat is dan gewoon natuurlijk deze. Zo. Google Translate. Nou, ik pak eventjes zo. Google Translate. Nou, dat is het logootje een beetje ervan. Hoe beeld je dat nou uit? Nou, ik zag op internet ook al een telefoontje met de ene kant inderdaad een Chinees tekentje, aan de andere kant een alfabet. Ja, translate, of tenminste vertaler. Je kan natuurlijk ook gewoon een vlaggetje doen, hè? Zo. Even die Engelse vlag eens even tekenen. Zo. Ook minder makkelijk dan je denkt door de Engelse vlag. Want, hoe ziet de Engelse vlag er nou precies uit? Nou. Een kwestie van even opzoeken op internet. Ja, en ik heb natuurlijk gewoon zwart-wit, hè, dus ik kan het ook niet zo goed weergeven. Zo. Ja, dit is een beetje Engels vlaggetje zo. En dan mag dan aan de. Spreekwolkje is het dan. En dan maken we daar een pijltje van. Zo. Engels naar. Bijvoorbeeld Nederlands. Ik zit helemaal op de rand van mijn blad te werken. Zie je dat? Een beetje raar. Nou. Vertalen. Natuurlijk ook zo zijn. En ook weer die pijl. En kan ook tekst naar een tekening zijn, bijvoorbeeld vertalen. Ik zet heel veel tekst om in beeldtaal voor bedrijven. Dat is dus inderdaad die universele taal, beeldtaal. We hebben het er al eerder over gehad, bij taal. Nu is vertalen, komt aardig in de buurt. Beeldtaal is taaloverschrijdend. Een beeld spreekt iedereen aan en ja, verduidelijkt gelijk het hele verhaal. Goed. Beeld, of tenminste, vertalen. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.